Echt op het moment dat ik mijn jas aantrek. Goedemorgen, het is maandag, de eerste dag weer van school en ik heb vandaag gewoon een groep drieër. Echt, ik vind het best wel een dingetje en ergens emotioneert het me toch wel een klein beetje. En mijn kleine groep drieër, die zit nog te ontbijten. Goedemorgen, Moppie. Goedemorgen. Op weg naar school, ik heb trouwens een linkfiets. Dus ik ben wel blij, alleen ik heb geen kinderzitje, dus we kunnen niet echt fietsen met z'n. Groep drieër! Ik ben alweer eventjes thuis, maar het was gelijk druk. Ik heb eerst natuurlijk Sarah naar school gebracht en het was al echt heel leuk. We mochten nog heel even in de klas blijven hangen omdat het nieuw was. En zo gelachen, Sarah, die voelt zich toch wel gelijk thuis. Dus dat is wel heel fijn. En ze gingen gelijk gymmen, dus ik met Julie. Marco was er naar zijn werk, zijn we stiekem gaan spieken. De gymzaal nog een beetje inkijken. Ja, ze hebben ons niet gezien, maar zo leuk om dan even toch te zien wat ze nieuw gaat doen. Want vroeger was het natuurlijk de kleutergym in een klein gymzaaltje. Nu in een grote gymzaal met een speciale gymjuf. Ja, helemaal geweldig om te zien. Toen heb ik snel boodschappen gedaan. We gaan vanavond pannenkoeken eten. Moet toch nog een klein beetje een feestje blijven. Ondanks dat ik heb gezegd dat we vanaf vandaag gewoon heel strikt gaan zijn. Maar goed, als ik de rest van de dag gezond eet, dan kom ik helemaal mooi uit verder. Toen heb ik de vlog die ik gisteren aan het editen was, die had ik niet afgekregen, die heb ik geëdit. Die ben ik nu aan het aanzetten en dan gaat hij renderen. Want ik ga zo ook naar de overblijf en als ik dan terugkom is hij klaar met renderen, kan ik die online zetten. En dan kan ik de volgende even doen en dan vanavond nog één en dan ben ik weer helemaal bij. En ik ga beginnen met een opruimproject in huis. Nou was ik begonnen met Marie Kondo, daar had ik eigenlijk ook al video's van opgenomen. Maar op de een of andere manier werkt die methode gewoon niet voor mij. Ik verkoop altijd spullen die we wegdoen en ik loop daar gewoon een beetje in vast. Dus ik ga het anders doen en daar ga ik zo'n klein beginnetje mee maken. Want ik moet zo over 3 kwartier ook de deur uit naar de overblijf. Dus dat ga ik niet helemaal. En dat leg ik zo even uit, want ik zit te bedenken, ik heb ook mijn brood eruit gehaald. Dat ga ik dan zo eerst even eten en dan een kleine start maken. Lunchstommeltje is klaar. En nu in de laatste 10 minuten die ik heb. Wat ik ga doen is, ik ga gewoon het huis rondom elke keer opruimen. Dus ik begin op een punt en dan ga ik gewoon stapsgewijs alle kasten en zo door. Heb ik die kamer af, nou de woonkamer, dan doe ik dus de gang, ga ik rond. Dat is maar de kast daar, de meterkast en de kapstok. Nou, dan ga ik erboven beginnen. Of bijvoorbeeld de huiskamer of de badkamer. Ga ik een kamer rond, ga ik de volgende kamer. Ga ik zo alle kamers af totdat ik heel het huis gewoon gedaan heb. En tijdlimiet, ik probeer het elke keer een deadline stellen. Dat werkt niet. Ik zorg gewoon dat ik elke dag een stukje doe. En de ene keer kan dat dus een heel groot stuk zijn als ik heel veel tijd heb. En de andere dag kan het 1 laadje zijn dan of zo. Maar dan heb ik ook gewoon een systeem. Dan doe ik er elke dag wat aan. En eindstand moet het dus inhouden dat ik gewoon letterlijk elke kast, lade, kist, wat dan ook, heb uitgezocht, heb opgeruimd. En dat we dan een heel fris huis hebben wat dat betreft. Verder zijn we ondertussen ook nog aan het klussen natuurlijk. Dat gaat door de drukte ook niet heel snel. Maar wat ik voor nu ga doen, omdat ik nog maar een paar minuten heb, is alles uit de koelkast wat ik schoon wil maken. Want ik maak het natuurlijk ook helemaal schoon. Even in de vaatwasser erbij zet ik die aan. Ga ik naar de overblijf. Dan als ik terugkom kan ik de koelkast helemaal leeghalen. En de andere dingen schoonmaken. En dan kan ik die helemaal opnieuw in gaan delen. Dit is in ieder geval, het is best wel een beetje een rommeltje voor mijn doen. En hij is vrij leeg. Dat had ik expres gedaan. Omdat ik dan even de ruimte heb om hem op te ruimen. En nu ga ik dus even wat van die lege vakjes even snel in de vaatwasser gooien. Zo. Deze aan. Klaar om te gaan. Ik ben weer thuis en dit is trouwens wat ik aan heb. Deze top van Sandro met knoop, jas van River Woods. Deze mile high spijkerbroek van Levi's en mijn Geox Pumps.
En dan ga ik nu beginnen met de koelkast. Gelijk maar begonnen alles eruit te halen wat er voor nu uit kan. De vaatwasser is bijna klaar. Dus ik heb net al de deur schoongemaakt. Dan kan ik daar de meeste vakjes op hangen. Kan ik daar al wat dingen op terug doen. Ik heb al wat onderdelen eruit die dan de vaatwasser ingaan. En dan kan ik de rest wat echt nu koud moet staan, zo even tijdelijk daarin zetten. En dit kan er wel eventjes gewoon uit zijn zonder dat het bederft. Maar de tijd gaat echt zo snel, want we waren nog even aan het napraten met de juf hoe dingen gingen. En helpen op de overblijf met de middenbouw. Gewoon hoge kinderen is gewoon anders dan op de onderbouw. Dus toch even bespreken. Dus mijn tijd echt... Hoe laat is het? Het is gewoon nu alweer 2:15. Ik moet gewoon over een half uurtje alweer de deur uit. En ik zit echt even op die vaatwasser te wachten, want daardoor loop ik nu vast. Ik zag wel gelijk deze besjes staan. Dus die eet ik gelijk. En elke keer als ik nu tegenkom wat ik nog aan wil vullen of nodig heb, dan check ik het gelijk mijn lijstje. Dus dan kan ik morgen ook gelijk de koelkast weer helemaal aanvullen zoals ik hem wil. Dat is wel heel veel als ik dat ga sjouwen. Dus dan heb ik dadelijk een lijst na. Ik heb het vermoeden dat die zo groot gaat worden dat ik het niet eens allemaal kan gaan tillen morgen. Maar ja, dan haal ik die dingen gewoon gedurende de week. Oh, echt dat die vaatwasser gaat piepen, want dan kan ik gewoon verder. Echt, op het moment dat ik mijn jas aantrek, gaat de vaatwasser piepen, zal je al zien. En ik mag niks zeggen, weer gaan ophalen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Ik ben zo benieuwd hoe ze het net heeft gehad. Ik heb het natuurlijk heel klein beetje gezien om te overblijven, maar ik heb eigenlijk nog helemaal geen idee van in de klas. Dus ik ga het zo horen. Kijk wie er weer thuis is bij mij. Mijn grote groep 3'er. Wauw. Nee, ik heet Sarah, niet groep 3. Sarah de groep 3'er. Is dat een beetje Sarah, een ding? Lovla, 3'er. Oh. En wat heb je gedaan? Heb je het leuk gehad? Ja. Ja, heb je werkjes gedaan? Ja. Wauw, wat goed. Ik ben zo trots op jou. Mwah. Maar ik vond het niet per se de leukste dag. Nee, je moet wennen, hè, dat je niet meer zoveel kan spelen als voorheen. Ja, want nu moet ik heel kort buiten spelen. Ja. Zo stom. Maar aan de andere kant kan je ook steeds meer buitenschool om jezelf. Dus dan komt dat op die manier weer goed. En je gaat extra slim worden op school. Je neemt me in de maling. Je neemt me in de maling met dit gezicht. Je neemt me gewoon in de maling. Ik zou je hebben. Klein rotkoekje. Ik zit zo ongelooflijk vol van de pannenkoeken. Maar het was zo lekker. En ik ga even laten zien, want ik heb de koelkast af. Ik heb hem helemaal uitgezocht en opnieuw ingedeeld. En ook gewoon gaten nu erin, ruimtes. En boodschappenlijst gelijk gemaakt voor morgen. Ik heb mijn stappen niet helemaal gehaald vandaag, maar ik ben toch erg op weg. Ik ben benieuwd of ik de 10.000 dan wel ga halen deze aankomende weken, maar dat gaan we zien. Ik ga nu lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren, een duimpje achter te laten. Laat een leuke reactie achter. Vind ik heel erg leuk als je dat doet. En dan zie ik je morgen.